Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op woensdag 16 mei. Er zijn wolkenvelden boven Nederland, maar ook wat opklaringen. Zeker vanmiddag is dat het geval. En er valt hier en daar een bui. En in Limburg moet men toch ook rekening houden met nog een aantal stevige buien. Vanochtend trok er al wat neerslag over het land, met name in het zuidoosten. Maar we zien nu op de radar boven Duitsland wat buien tot ontwikkeling komen. En die buien die bereiken later vanmiddag en aan het begin van de avond ook het Limburg. En dan zou er een stevige onweersbui kunnen vallen. De temperaturen die liggen vanavond tussen de 11 en de 15 graden. En verder waait er een matige wind uit het noorden. Zoals gezegd in het zuidoosten is nog wel kans op een stevige bui. Elders blijft het droog. Vannacht dan verandert er eigenlijk weinig, een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En morgen dan zien we nog steeds vrij veel bewolking in het land. Alleen in het zuiden breekt de zon geleidelijk aan door, later mogelijk ook elders. Temperatuur die varieert nogal, het wordt zo'n 13 graden in het noordwesten en 18 graden in Limburg. Verder waait er een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. En dan de dagen erna. Nou, vrijdag wordt het langzaam maar zeker alweer iets beter. De temperatuur die loopt op naar zo'n 14 tot 20 graden. Mogelijk dat dat in Limburg wel enige tijd duurt, want daar kan bewolking lang blijven hangen. De wind wordt wat minder, matig, uit het noordwesten en dat maakt het dan toch al snel aangenamer. Zaterdag en zondag gaat de temperatuur verder stijgen en ook komt de zon steeds meer tevoorschijn. Zondag wordt het een mooie zonnige dag met zo'n 21 tot 23 graden. En dat is de Eerste Pinksterdag en daar kunnen we ook nog eventjes in detail naar kijken. Hier zien we die mooie temperaturen en veel zonnetjes op de kaart met andere woorden. Het ziet er prima uit voor die Eerste Pinksterdag. En Tweede Pinksterdag kan het zelfs nog wat warmer worden. Ik sluit niet uit dat het in het oosten of zuidoosten zelfs 24 of 25 graden gaat worden. Al met al dus goede vooruitzichten, nu nog eventjes door de wat frissere dagen heen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.